welkom bij een nieuwe video van Ons Leven met Epilepsie. Als allereerste, gelukkig nieuwjaar. Het is 2023. We hopen dat jullie allemaal een leuke oudjaarsavond hebben gehad. Ik hoop in ieder geval geen vuurwerk, zoals we zeggen. Vuurwerk om me heen. Het licht gaat uit. Daar gaan we weer. Ik wil jullie een verhaaltje vertellen wat er bij mij was gebeurd. Met oud en nieuw. Want ik had helaas redelijk wat vocale aanvallen. Het was echt een hele mooie timing. Want het was, ik denk, 11:45. En opeens liet ik mijn champ vallen. Vol over wat oliebollen. Dat was ook wel zonde van de oliebollen. Maar ik was met hele vriendelijke mensen die het allemaal niet erg vonden. En wat mij heel erg bij is gebleven, toen ik half uit de aanval was, toen hoorde ik een jongetje, want er was een jongetje, ik denk ongeveer 10 jaar oud, die hoorde ik vragen, waarom deed zij zo raar? En op een of andere manier is dat me echt bijgebleven, hoe hij dat zei, ja, of wat voor manier. Waarop ik nog wel kon reageren, ik was ondertussen wel redelijk uit de aanval. En kan ik herinneren dat ik zei, omdat ik zo ben. Op een of andere manier is het me echt bijgebleven, dat moment. Was ook heel schattig. Een tijdje later, toen het wel redelijk weer ging met me. Want ik had daarna alleen maar aanvallen, echt wel. Ondertussen was het 2023. En ik had vuurwerk in mijn hoofd. Niet buiten. Ja, er was ook heel veel vuurwerk buiten. Maar ik had het vuurwerk in mijn hoofd. Ook wel mooi als je het zo zegt. Maar was heel vriendelijk. Later kwam de moeder van het jongetje. Die kwam nog naar me toe. En ze bood haar excuses aan dat hij zo reageerde. Ook heel lief van haar. Heel schattig. Maar ik vond het echt een hele grappige vraag. Waarom deed zij zo raar? En ja. Ik weet niet. Ik vond het gewoon heel schattig. Dat wou ik even mededelen. Zo was mijn oud en nieuw. Op een of andere manier is het me gewoon heel erg bijgebleven. Ik zie ook echt dat hoofdje van een jongetje. Zie ik nog steeds voor me. Echt. Waarom deed zij zo raar? Ja, omdat ik zo ben. Omdat wij zo zijn. Ik had vuurwerk in mijn hoofd. In 2022 en nu ook al in 2023 helaas. Nee, gelukkig voelde ik me helemaal veilig en prettig met de mensen met wie ik was. We hopen dat jullie een leuk oud en nieuw hebben gehad. En in 2023 natuurlijk minder aanvallen hebben. Bij mij was er helaas al vuurwerk in mijn hersenen, maar dat komt vast wel goed. Bedankt voor het kijken. Hopen dat jullie het weer een leuk video vonden. Dat jullie het leuk vonden om even zo'n verhaaltje te horen. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En bedankt voor het kijken.